Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mocht je me niet kennen, mijn naam is Jorieke en je kunt vandaag kijken naar een Wat eten we vandaag video. Een vlog waarin ik je laat zien wat wij voor het avondeten eten deze week. En vandaag ga ik koken en de eerste maaltijd is een zelfgemaakte lasagne. Dus ik ga je even laten zien wat ik daarvoor nodig heb en dan ga ik dat lekker bereiden. Kijk, dit heb ik hiervoor in huis. Michael heeft deze week de boodschappen gedaan en daardoor heb ik geen boodschappenshoplag, maar dit heeft hij gekocht. Een pakje van honig met lasagnesaus traditioneel en dus lasagnebladen. En hier achterop staat dan eigenlijk heel simpel hoe je dat moet maken en wat je dus nog nodig hebt. Ik heb wat meer roerbak groentemix, zodat we lekker wat meer groenten erin hebben zitten. En verder heb ik hetzelfde aan ingrediënten. En ik ga dus gewoon simpel deze stappen volgen. Het is nog maar 3:30, dus het is heel vroeg. Maar dat komt omdat wij de wandelvierdaagse hebben deze week. Alleen daar heb ik met het bedenken van wat we gaan eten niet helemaal rekening mee gehouden. Dus ik heb wel een aantal gerechten die wat meer hoe zeg je dat? Werk zijn om te klaar te maken. Of tenminste die wat langer duren, zoals deze lasagne. Dus ik ga even kijken in hoeverre ik dat allemaal ga klaarmaken. Of dat ik toch wat makkelijks uit de diepvriezer nog haal deze week. Maar het is nu maandag en het is de eerste dag. Dus ik dacht, we gaan het gewoon proberen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit nog niet eerder op deze manier gemaakt heb. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bevallen. Meestal als ik zelf lasagne maak, doe ik dat met knor lasagnetten. Want die vind ik zelf altijd wel heel erg lekker. Dus ik ben benieuwd hoe dit worden mag. Lekker avond gegeten. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het iets minder lekker vind dan de lasagnetten. Dus ik weet niet of ik heel gauw weer voor deze zou kiezen. Maar wel goed om een keer geprobeerd te hebben. We hebben nog iets minder dan de helft over. En dat ga ik nu in een bakje doen. En dan in de diepvries voor een later moment. Maar dan hebben we volgende week of wanneer nog een beetje over. Dus dan kunnen we dat nog een keertje eten. En dat was hem dan voor vandaag. Morgen weer een nieuwe dag met een nieuwe avondmaaltijd. In de middag, op een gegeven moment bijna 1 uur. En de postbode stond zojuist voor de deur. Met een leuk PR-pakketje. En ik ben heel nieuwsgierig wat erin zit. Want ik was benaderd of ze me een pakketje mocht sturen van Hak. En ik gebruik eigenlijk heel weinig van Hak. Dus ik ga het even uitpakken. En dan bedenken wat ik daarmee ga maken. En dat is in deze vlog verwerken. Ach, nou kijk wat leuk. Een tasje. Met daarop de tekst. Speciaal voor jou. Je moet de groenten van Hak hebben. Nou. Nee, de groen. Ja, wel de groenten. Ik denk dat is een typfout, maar dat is natuurlijk het hele idee. Hey Jorieke, hierbij de staarzakken van Hak. Pak veel plezier. Happy life PR. Kijk, en dit is het dan zo bij elkaar. Dus het wordt iets met bonen wat ik mag gaan maken. Kidneybonen, zwarte bonen. Dit zijn
een bonenmix en bruine bonen. Dus dan ga ik even over nadenken wat ik ga maken, want ik gebruik niet zo heel vaak bonen. Dus dat is gelijk een mooie nieuwe uitdaging. Ja, ik ben benieuwd. Ik vond het wel grappig, want ik ben al heel lang niet meer benaderd door dit PR-bureau. En ze stuurden dus nu dit berichtje. Dus leuk om een keer te verwerken zo in de vlog. En ik ga eens even bedenken wat ik daarmee ga maken. Het is avond, tijd om te koken. Ik heb vandaag iets heel makkelijks. Ik ga namelijk de bonen gebruiken van Hak. Die heb ik laatst gekregen. En dit is de kidneybonen chili schotel. Daar doe ik gehakt bij doorheen. En dan heb ik taco shells gekocht. Een tijdje terug al. En die ga ik er dan bij gebruiken. Een beetje sla erbij. En dan hebben we dus een heel makkelijk en snel maaltje. Want het is vandaag weer tijd voor de wandelvierdaagse. Dus ga koken en dan op tijd weg. Kijk, dit zijn dan de ingrediënten. Ik had ook nog een paar wraps. Dus voor wie dat wil. Deze doe ik even in de oven. Deze rullen, die in de pan, dan nou ja, dit erbij, dat. Super easy peasy. Moet je dat zo'n hakding dan nog uit laten lekken? Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen stap van. Nou, ik ben benieuwd. Is het lekker? Sa? Mm-hmm. Max? Ja. Papa? Ja. Mooi. Het eten gisteren was echt lekker. Ik vond het heel erg makkelijk om die zak te gebruiken. Want nu had ik echt heel eenvoudig een snelle maaltijd met toch ook nog wat groenten erbij. Max, die zit een beetje te plagen. Hè? Ja, heb je hele mooie ballen. Het is inmiddels ook tijd om te koken. Het is woensdag vandaag en het is weer om avondvierdaagse. Dus ik heb wat nasi en bami uit de diepvries gehaald. En dat ga ik even warm maken. Dus dat is het eten van vandaag. Lekker eenvoudig. En ik ga koken. Het is inmiddels vrijdag en ik heb dus een dag overgeslagen. Dat komt omdat gisteren de laatste dag van de wandelvierdaagse was hier. En dat ik met Olly voor de eerste keer alleen naar de puppycursus ging. Dat maakte dat het allemaal een beetje druk en spanning en sensatie gaf, om maar even zo te zeggen. Dus we hebben even wat makkelijks gegeten en ik heb even het vlog overgeslagen. Vandaag heb ik HelloFresh. Dat is gisteren binnengekomen, want ik dacht dat bestel ik weer een keertje. Dat vind ik wel handig nu even in die eerste periode met Olly. Dan hoef ik niet ook nog te bedenken en te kopen wat ik nodig heb voor het avondeten. Dus dat heb ik nu eenmalig zeg maar voor deze week gedaan. En daarvan ga ik laten zien wat ik dus vandaag ga maken. Vandaag eten we deze. De sushi bowl met warmgerookte zalm, gemba, mayonaise en radijsjes met komkommer. Nou, de radijsjes die liggen hier. Komkommer is hier. Die moet je gewoon snijden. Dat is heel simpel. De risotto rijst ga ik zo meteen koken. Nou ja, dan de avocado's in stukjes of eigenlijk in plakjes. En dan mayonaise maken met gemberpasta erdoor. En dan doe ik deze er nog extra bij. Gewoon van mezelf, zeg maar. Want ik ben zelf niet heel gek op radijsjes. Dus daar wil ik niet al te veel van. En dan vind ik een zoete twist wel lekker. Dat werd mij laatst ook gevraagd van, hè, of tenminste, ik vroeg laatst om leuke recepten om eens te maken. En toen werd ook de pokeball genoemd.
Vind ik heel lekker en dat maak ik inderdaad ook wel eens zelf. En nu stond deze dus toevallig deze week ertussen bij HelloFresh. Dus vandaar dat ik hem besteld had. En als ik hem dus zelf maak, dan doe ik vaak ook die mandarijnenpatjes er doorheen. Dat is en heel erg lekker makkelijk en heel erg lekker als toevoeging. En lekker een zoetje en toch nee, wel fruit. Dus dat, ja, dat ga ik nu lekker klaarmaken. En dan zal ik je laten zien hoe dat er op het bad uitziet zometeen. En met dat ik dus dit hier zo sta te vertellen, heb ik dus nu gezellig bezoek erbij. Want dat bezoek, dat wil natuurlijk het liefst de hele dag op mijn voeten zitten. Ja, hè, Olly. Je wil de hele tijd op mijn voeten zitten. Ook als ik aan het koken ben. Ja, schat. Ja, de hele tijd erbij. O, joh. Zondagochtend en ik heb gisteren boodschappen gedaan. Die heb ik hier achter me staan. Ik ben namelijk naar Duitsland gereden en daar ben ik bij de Lidl geweest. Sarah is bij mij mee geweest en we zijn ook nog bij de DM geweest. Dat was heel erg leuk en daar neem ik ook nog een aparte video over op. Dus die komt later nog een keer. Nu ga ik je laten zien wat ik allemaal bij de Lidl heb gekocht. En gisteravond hebben we trouwens nog lekker een receptje van HelloFresh gegeten. Die heeft Michael klaargemaakt. Ik was namelijk vrij laat weer terug, tussen 5:30, 6 pas. Dus heel fijn dat hij even gekookt is en hij had pasta gemaakt. En dat smaakt wel lekker. Er zit een beetje pit in, iets een kruidige sausje erbij. En dat beviel ons wel. Dat vonden we wel lekker. Dus dat hebben we gisteren gegeten. En laat ik je nu zien wat ik heb gekocht bij de Lidl in Duitsland. Ik ben in Gronau geweest, net als de vorige keer. Mocht je die video niet gezien hebben, ik link hem even in de beschrijving. Ik ben bij de Lidl geweest en daar was ik in totaal €74 kwijt. En toen ben ik ook nog even naar de Aldi geweest, want ik wou eigenlijk graag Coca-Cola Zero of gewone Coca-Cola. En dat was bij de Lidl niet, dus ging ik naar de Aldi, maar ook daar hadden ze het niet. Dus daar heb ik nog weer wat nieuwe dingetjes gekocht om te proberen. Wat ik wel heb gekocht is twee van deze pakken Pepsi gewoon en Pepsi Light. Deze drinken we nooit, maar ik denk dat het ook wel prima is. En het was dus zaterdag, dus ik denk dat dat de reden was dat het goed geplunderd was. Want echt de vakken bij zowel de Aldi als de Lidl van de Coca-Cola en de Pepsi Zero, die waren gewoon helemaal leeg. En dat was eigenlijk wel een beetje de reden dat ik erheen ging. Ik wou ook graag nog wat Sprite of Fanta halen. En dat zag ik überhaupt niet. Of dat was ook uitverkocht, dat weet ik niet. Maar dat baalde ik dus een beetje van, want ja, ik wou eigenlijk vooral frisdrank en wat voorraaddingetjes halen. En naar de DM dus. Maar daar ben ik overigens wel heel goed geslaagd. En ik zal jullie laten zien wat ik verder wel heb gekocht bij Lidl. Kijk, ja, nou deze heb ik ook nog gehaald. Bokworst leek me wel leuk om een keertje voor in het weekend of zo op een broodje te doen. Dan zag ik deze liggen en dat leek me ook wel lekker. Michael is altijd heel gek op die van de Milka. En hier zit dan dus een soort Oreo in, deze. Dus ik ben heel benieuwd of dit ook lekker is. Dat wou ik wel een keertje proberen. Dan heb ik dus nog een grote en een normale formaat van deze gehaald. Die waren ook wat goedkoper in Duitsland. En die krijgen de kinderen af en toe eentje van mee naar school. Eén keer in de week ongeveer. Dan krijgen ze dat mee. Verder altijd gewoon fruit. Dan, heel bizar, maar waar. De kaas is in Duitsland goedkoper dan in Nederland. Dus, nou ja, eigenlijk meer omdat ik het nog nodig had. En ik dan niet ook nog weer hier naar de winkel hoefde. Heb ik deze nu daar meegenomen. Jonge kaas. Dan was Sarah dus mee en die wou graag nog een keer van deze broodjes. Het is zondag, dus die mogen ze vanmiddag. En nog wat, ja, wat is het? Kwark, hè? Romige kwark. Twee verschillende soorten. En nou ja, Sarah was dus mee, die mocht nog een toetje kiezen. Die koos deze. Vinden de kinderen lekker, dus nou helemaal prima. Dan koos ze ook nog als vleeswaren salami. Zij is daar heel gek op, dus nou helemaal goed. En toen we bij de vleeswaren stonden, zag ik deze. Dat zijn van die spekkereepjes en nog van die iets kleinere. Dit is echt veel goedkoper dan in Nederland. Dus daar heb ik even twee van meegenomen. En dan ga ik even bedenken waar ik dat bij ga gebruiken. Bij een maaltijd die ik nog ga maken. Dan hebben we de vorige keer deze gekocht en die vonden de kinderen ook wel prima. Dus die heb ik nu weer meegenomen, want het is ook veel goedkoper daar. En nog snoeptomaatjes, want dat hadden we op. En in de aanbieding was daar de, kijk dan, wat schattig, de nectarines en de persikjes. Dus die heb ik gehaald. Volgens mij was het per bakje €2,22. Ja, staat hier ook op.
Dus dat is niet heel duur. Dus ik denk, nou, dat is ook wel lekker. Dan heb ik nog verschillende soorten van dit merk meegenomen. Dit gebruiken we nooit, maar omdat het dus allemaal op was, dacht ik, laten we dat een keer proberen. Dit is zeg maar Zero Fanta en dit is de normale. Geen idee of het wat is, maar ik dacht, nou, dan proberen we dat maar een keer. En dit is een soort Sprite volgens mij, en de normale. En dan is dit de Zero variant volgens mij. En dan heb ik nog bij de Aldi deze gekocht. Want ik dacht, dan ga ik daar nog kijken of ze daar de cola hebben. Maar die hadden ze daar dus ook niet meer. Geen idee of dit lekker is. Maar ik drink wel vaker die Helder van de Lidl in Nederland. En die vind ik wel lekker. Ik zocht naar iets wat ze in Duitsland hebben. Omdat het best wel scheelt. Deze heb ik al wel geproefd. Want ik had dorst. En die heb ik gisteren met Sa opengemaakt. Die zit een klein beetje koolzuur in. Er zit echt een lichte spark in, zeg maar. En dit is wel echt anders dan wat ik bedoelde, zeg maar, van de Helder in Nederland. Maar dit is echt niet duur. Dit was maar 29 cent voor dus een liter. Dus ik... oh nee, nog niet helemaal een liter. Iets minder dan een liter. Maar ik vond dit wel echt wel lekker. En hier hadden ze meer smaken van. Maar ik dacht, ik neem er eerst even eentje om te zien wat het is. Dus die ga ik nog gewoon een keertje weer kopen. En dan heb ik nog deze gehaald. Want ik dacht eerst, misschien is dit het wel. Maar volgens mij is dit gewoon hetzelfde als... deze, alleen dan van de Aldi. Goed, gaan we allemaal maar eens proberen. Ik nam er dus expres niet al te veel van mee, omdat ik dus niet weet of het wat is. En nou, als dan iets bevalt, dan kan ik als ik de volgende keer ga, daar wat meer van inkopen in één keer. Zodat we voor een langere tijd wat op voorraad hebben. Dus dat was een beetje het idee daarachter. Dan heb ik nog aan de andere kant wat dingetjes liggen die ik je graag wil laten zien. Nog een paar items. Ik heb koekjes gekozen, want we hadden niet zoveel meer. En deze lagen er, die leken me een beetje op wat we ook wel eens in Nederland hebben. Ja, met witte chocola dus en met donkere chocola. Geen idee, gaan we eens proberen, kijken of dat dat is. Dit merk vind ik lekker in Nederland en die was in Duitsland nog iets goedkoper. Dus die gaan we ook proberen. Lekker, lekker. Deze vinden de kinderen heel lekker, ook bijvoorbeeld op een toetje met slagroom. En dan doen we die er wel eens bij in, vinden ze lekker. Nou, deze die vinden we sowieso ook altijd wel lekker bij de soep. Dan mocht Sa nog iets kiezen en die koos zo'n zakje van die uitdeelzakje snoep. Dus die hebben we meegenomen en daar heeft ze er ook al eentje van gehad. En ze koos nog deze chocoladekoekjes met, nou ja, wat is het, allerlei verschillende soorten in één verpakking. Geen idee, die ken ik verder eigenlijk nog niet, maar die mocht zij kiezen, dus gaan we ook proberen. Nou, deze koop ik in Nederland ook wel vaker en is net wat goedkoper en dat geldt ook voor de chipjes. Dus die heb ik meegebracht. En dan heb ik nog deze gekocht. Deze kostte maar 5 euro. En van de Lidl in Nederland hadden we vorig jaar ook de Sensitive. Of nee, sorry, de Seen Sun. Maar niet de Sensitive variant. Dus deze gaan we proberen. Ik ben heel benieuwd of dit wat is. Maar zelfs dit is ook weer net iets goedkoper dan in Nederland. Dus die gaan we ook uitproberen. En dan, last but not least, de broodjes. Net wat grotere dan... ja, we in Nederland altijd hebben. Dit zijn een beetje meer die Duitse broodjes. Dus ja, die zijn ook wel makkelijk en lekker, denk ik. Nou, dat was hem dan. Dit is wat ik allemaal gekocht heb bij de Lidl in Duitsland. Ik hoop dat je het leuk vond om dit te zien. Was het zo, doe even een duimpje omhoog. Zou ik heel erg tof vinden en daarmee help je me ook in al. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer je even. Dat is helemaal gratis. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag in de volgende video opnieuw op mijn YouTube kanaal. Dankjewel. Hoi, hoi.